Goedemiddag, welkom bij SV Vogelsang TV met de wedstrijd Vogelsang Dios. De trainer Steven Matthijssen. Goedemiddag. Vogelsang Dios 1-1. Wat vond je er zelf van? Nou, als neutrale toeschouwer zeg ik terecht. We hebben er allebei voor gewerkt en geknokt. Ik heb een totaal ander team gezien qua instelling vergeleken met afgelopen dinsdag tegen BSM. En ja, ik denk dat 1-1 wel een terecht uitslag is. Pim de Koning start in de basis. Jip geblesseerd. Ja, dan helaas in het voor aanvang van de wedstrijd werden we gedwongen door een hamstringblessure van Jip. Om toch de A-junior Pim de Koning op te stellen. We wisten dat Pim een hele wedstrijd heeft gespeeld. Dus daarom wouden we hem eigenlijk op de bank laten starten. Ja, helaas kon dat niet en moeten we hem toch brengen. Ja, oké. Hij heeft het geheel niet onverdienstelijk gedaan, deze wedstrijd. Hij heeft toch een goede trap, het overzicht. En het is echt een speler voor de toekomst voor het eerste team. En ik moet hem 10 minuten voor tijd moet ik hem gewoon wisselen, want hij noemt dus gewoon op. Hij heeft 2 wedstrijden in zijn benen. Ja, nou, dat klopt. Dat voetbal je dan aardig mee. Je zei net ook over de inzet, dat het een stuk beter was de afgelopen 2 wedstrijden tegen Gelbeek BSM. Je zit op het moment slecht in de spelers, veel schorsingen. Hoe ga jij er zelf mee om? Hoe regel je dat allemaal? Hoe krijg je dat allemaal weer bij elkaar? Ja, dat klopt. We zitten zeker krap in de spelers. Ook de schorsingen gaan nu tellen. We zitten met een A-junior die opgesteld moet worden, die ook al een hele wedstrijd heeft gespeeld. Ik heb maar 1 wissel die vers is en nog niet gespeeld heeft. Ook mijn derde wissel heeft al gespeeld. Ja, dat betaalt zich wel uit in het spel. Dios, lastige tegenstander, ik heb ze vorige week gezien. Zelfs tegen de nummer 1 en laatst spelen ze nog op de counter. Een beetje laf, zeg maar. En we hebben daarom ook de tactiek daarop aangepast en Dios laten voetballen en zelf gaan counteren. Ja, een kwartier voor tijd sta je nog 0-0. Je wil een speler inbrengen, dan krijg je een penalty tegen. Terecht? Ja, helaas, de verdediging doet het goed. Het wordt gewoon goed uitgevoerd zoals we het plan bedacht hadden. Alleen, er is een communicatiefout tussen mijn laatste man en mijn keeper. En een hoogwaarschijnlijke bal die de keeper had kunnen oprapen, wordt verkeerd ingeschat. Er komt een speler aanstormen. Ja, die gaat vol voor de bal. En daar moet de keeper een keuze maken. En die kiest om ook te gaan. Ja, in die zin penalty terecht. Ja, klopt. De scheidsrechter zelf. Warrige man vond ik het. Rare beslissingen nam hij. Ja, ik vond hem inderdaad niet de meest sterke scheidsrechter die we gehad hebben. Ik vind, je mag daar niet te kritisch over zijn. Die man kan ook niet alles zien. Ik vind wel dat er bepaalde overtredingen waren die hij wel voor ons had mogen afluiten, die tegen ons waren. En met name op mijn spits Kevin en Pim, die werden af en toe genadeloos van achterin gegleden. Met slidings en met overtredingen, dan zeg ik van ja, daar had je wel iets beter tijd op kunnen trainen. Oké. De laatste 10 minuten staat je 1-1, breng je andere spelers in, dan krijg je toch nog de kans op de winst. Ja, we gokken. We hebben overlegd, ik met mijn assistent Serge Lagerwij, van wat gaan we doen? Gaan we eroverheen proberen of gaan we behoudend spelen? We hebben wel gegokt, nou, brengen versus spits in, gokken. Maar in die zin, we wilden niet 1-1 spelen. Nee, oké. Volgende week PNT uit. Ingmar geschorst. Tom van Hoever wel weer terug. Voor de rest nog spelers die terugkomen. Ja, ik hoop dat Robin in ieder geval een halve wedstrijd kan spelen. Die kan van de week weer vol trainen. Wellicht kan Lennart aansluiten, wellicht kan voor een aantal minuten. Mark van Harling is terug van een langdurige vakantie. Wellicht dat hij een aantal minuten kan maken.
ja, dat zal deze week uitwijzen op de training. Oké, okay, nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het interview en tot de volgende keer. Ja, goedemiddag, Michiel de Boer, keeper. Goedemiddag. Valsang Dios. Ja. Ja, zeg maar. Ja, een wedstrijd die waarschijnlijk vanaf de zijkant niet, niet erg heel spectaculair was, maar waar ik wel heel erg blij ben met dat, dat het team als team gewerkt heeft, dat iedereen in posities bleef staan. En ja, je ziet op die manier dat een Dios het dan ook op zo'n manier heel erg moeilijk kunnen maken. Zij hadden veel moeite om, om de aanval op te zetten, openingen te vinden en ja, wij gokten gewoon op die counter. En ja, dan heb je net even het geluk nodig om dat hij goed valt. Omdat die bij Pim of bij Kevin erin kunnen prikken. Nou ja, dat geluk hadden we af en toe eens een paar kansjes gehad. Maar ja, die kansen kregen hun ook. Dat was een beetje, ja, een beetje gelijke strijd. Ja. Oké, okay, kwartier voor tijd, penalty tegen. Ja. Wat vond je er, ja, wat heb je daarover te zeggen? Er komt een bal van links, die wordt hoog voorgegeven. Dick, mijn laatste man, die roept mijn naam. En vervolgens blijft hij zelf staan. Nou, op zo'n moment moet ik dan zelf beslissen of ik ga of niet. Ik besluit te gaan. En halverwege denk ik, nou, die bal die valt ver naar de buitenkant. Dus ik hou mezelf in. Maar ja, op dat moment ben je onderweg als keeper zijn. En dan ben je in feite ben je gewoon te laat. En die spits van hem die is slim genoeg om, om daar profijt van te trekken. En die laat zich vallen. En het is een penalty en ik krijg geel. Nou ja, ik kan er verder weinig over zeggen. Het is gewoon terecht. Ja, dat klopt. Daarna dan toch de assist op Kevin die daaruit scoort. Ja, ja, dat is een aanval van hun en die bal die valt precies tussen ons in. Ik sta vrij ver voor mijn goal en ik geef hem een loei, om het even zo te zeggen. En hij valt bij Pim valt hij precies goed. Nick die zit er nog tussen. Die trekt daarmee om hem door te koppen. Die raakt hem niet, maar die trekt daarmee wel twee tegenstanders naar zich toe, waardoor Pim 1-op-1 komt te staan achterin, samen met Kevin. Ja, Pim die trekt hem een soort van voor, die wordt nog wel gruwelijk aangevallen van achter, vind ik zelf. Als Kevin hem niet scoort, dan kunnen we nog penalty krijgen, maar Kevin die maakt hem af en we staan 1-1. En ja, op zo'n manier heb je toch een beetje het gevoel dat je eigen fout goed gemaakt hebt. Ja. Nou horen we ook dat Gerard Bakker volgend jaar stopt, ja. Dat is de keeperstrainer van Vogelsang. Hoe gaan jullie daarmee om? Want er zijn toch vier keepers die nu een vijf trainer meer hebben? Vijf. Nee, we hebben vijf keepers. De keepersgroep is een hele echte groep en die gaan allemaal heel goed met elkaar om. En, ja, hij heeft dat twee weken geleden heeft hij dat aan ons gemeld in overleg met bestuur. En nou, we vinden dat ontzettend jammer. We maken het seizoen gewoon uit met Gerard en ja, in overleg gaan we kijken wat de oplossing wordt voor volgend jaar. Oké, okay, nou ja. In ieder geval bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan.